Ja, ik ben filmen. Ik ben filmen. Yo. Maar met interesse. Ja? Of nou echt boos? Dat is de echte Roland Mars. Welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Alvin. Jullie zijn allemaal eens de snelst opkomende, als mijn lens even meegaat, opkomende familie van Nederland en België. Is de video echt live? Hij is live. Hè? Bij deze. Nice! Ik ga nog niet zeggen wat ik ga doen, want oei. Ja man. Hoe dan ook, welkom bij een gloednieuwe video. En voordat ik de video begint, wil ik onze muur even aanvullen. Dit is de Subscriber muur, jongens en meisjes. Voor degenen die nieuw zijn, hallo, mijn naam is Alwin, aangenaam, hoi. En bij deze moet ik mijn muur eventjes snel even aanpassen. Want we staan inmiddels niet meer op 673. Maar we staan op 720. Let's go! De progressie is er, jongens. We gaan langzaam vooruit en langzaam gaan wij de wereld veroveren. Maar hoe dan ook, met deze kop kan ik niks aanvangen. Dus laat ik mijn haren even snel gaan doen. Langzamerhand gaan wij de wereld veroveren, Alwin. Dus je kan het zien. Dus wil jij op deze muur terechtkomen? Het is heel simpel tegenwoordig. Doe even dat belletje aan. Dit belletje. En abonneer als je nieuw bent. Als je mij nog niet kent. Als dit je eerste keer is op dit kanaal. Mocht je mij een idioot vinden. Ja, dat vindt mijn moeder ook. Dus daar niet van. Maar abonneer eventjes. We zijn onderweg naar 1000 abonnees. En heel stiekem wil ik Roland gewoon inhalen. Dus doe gewoon even mijn plezier aan. Abonneer eventjes. Dan hebben we dat ook weer gedaan. Goed. Laat me even jullie allemaal informatie geven over wat ik in deze video ga doen. Ja, trouwens. Dit ziet er nog allemaal niet goed. Helemaal goed uit. Maar hoe dan ook. Yo, het is zo. Het is zo helder, joh. Ik kan mijn ogen niet eens open houden, maar het idee van vandaag. En ik moet zorgen dat Roland die hoort, want het gaat eigenlijk over hem. Het gaat erom dat ik Roland vandaag ga exposen. Dus dat betekent dat ik Roland de hele tijd ga filmen. En ik ga kijken wat hij aan het doen is, wat hij zegt. En ik ga het allemaal voor jullie vastleggen. En zo wil ik dat jullie een beter beeld krijgen hoe Roland is achter de camera als hij niet aan het filmen is. Dus nu is Roland met Arnold aan het overleggen wat hij aan het doen is voor een video. Ik ga dat allemaal filmen en uiteindelijk ga ik dus een video maken over Roland. Hij gaat denken, wat de hel doet hij? Dat had ik helemaal niet verwacht. Want ik heb eigenlijk tegen hem gezegd dat ik een andere soort video ga maken. Maar uiteindelijk wordt het dit soort video. Dus ik ben heel benieuwd. Hopelijk heeft hij niet door. Want Roland heeft dit soort dingen wel best snel door. Maar laten we dit tot een succes brengen. Draait het om, jongen. Om hem draait het. De duik is een truc op van vakantie. Je moeders ook. De politieagent is er weer. Hey, jij wist dan zeker dat ik... maar ik werk undercover. Oh, is? Ik ben undercover, hè? Als wat dan? Tegen criminaliteit en pedofilie. Oh, is? Allee. Allee. Dus, ik ben undercover. Allee, allee. Allee, allee. Cavalier. We zijn weer op pad met de boys. En vandaag heb ik een leuke video voor jullie met wat ik tegen jullie al gezegd heb. Maar ik moet een beetje doen alsof. Dat is Aaron. De broer die studeert, die een betere toekomst heeft dan ons. Dan ga ik even broek wissen dan, maar gewoon, ik ga niet zo de stad in. Dat is toch gewoon dik? Ja? Ja man. Wat heb je tegen de mensen die zeggen die studeren? Mensen die succes? Fuck jouw vlog, dat zeg ik. Wat? Waarom? Omdat jij cameraman van Roland bent, niet van mij? Nou, ik heb ook een klein cameraatje, hè? Zit er maar naar uit te lachen. Waarom moet jij er nou weer voor? Want wat is nou jouw idee voor je video? Want ik snap er geen reet van. Een dakloos zijn. Een dag dakloos zijn? Ja. En wat ga je ervoor doen? Bedelen. Ja? Gratis shit vragen, kijk wat je krijgt. Wat is shit? Dik? Hij heeft geen audio. Maak je daar geen druk om. Denk je dat het gaat lukken? Ja. Het is goed. Ik ben aangekomen in Eindhoven. Ik weet niet echt wat ik hier gedaan heb. Waarom gaat die lens nooit open, joh? Dat heb je als je in deze auto zit, jongens. Een beetje klein en dan krijg je een hernia. Dan moet je gewoon eventjes stekken met deze. Dan heb ik dat gedaan. Oké, Roland is zijn video aan het doen. Roland is voor zijn video een soort van zwerven gaat hij doen voor één dag. Maar ik moet dus zorgen dat hij mij één niet hoort, want dit gaat over hem. En de tweede, ik moet eigenlijk altijd alles filmen als hij de camera uit is staan. Dus dat wordt een opdracht voor mij. Goed, daar gaan we. Officieel dakloos. Voelt wel speciaal aan. Ga hem nou niet lopen opfokken. Kijk, nu is gewoon even zo'n confrontatie. Dadelijk is echt dat jij... Dan moet hij dat met die filmen. Wat?
jou. Juist niet. Ik ga gewoon filmen. Ik wil een film. Video. Met interesse. Ja? Of je wel echt boos? Dat is de echte Roland, maar zeg het tegen Aaron dat hij meestal best moet met filmen dan echt ook gaat zeggen dat hij boos wordt. Dat is de echte Roland. Moesten die personen deze video ooit zien, wat ik zwaar betwijfel. Gamma, Laplace, gratis ijs. Het is een beetje verkoeling. Het is toch iets op deze zware dagen. Man, dakloos zijn. Ja. Jongens, wil je misschien een eurotje voor mij? Gun hem iets, man. Gun hem wat. Gun hem wat. Hoi. Heb jij een eurotje voor mij? Tuurlijk. Wat ben jij geweldig. Oh, fantastisch. Hoe voelt dat? Dakloos zijn valt toch mee? Hij is dakloos voor één nacht, hoor. Ja, okay. En het sukt wel, maar... Ja, hij mag niks aannemen van ons, hij moet het allemaal zelf regelen. Ja, dat is geweldig. Daar doe je wel een dansje voor, hè? Ja. Yeah. Ja, heb ik niet. Ik vind het zo mooi om te zien hoe Roland gewoon eigenlijk zijn eigen video aan het doen is zonder dat hij iets door heeft. Zonder dat hij iets door heeft dat ik eigenlijk gewoon hem aan het filmen ben. Hoe is zonder dat hij... Ja, hij heeft het gewoon niet door dat ik aan het filmen ben. Terwijl hij eigenlijk gewoon onderwerp is. Want hij vroeg net al aan mij van wat ben ik aan het doen en wat ben ik aan het filmen. Maar ik was gewoon iets aan het lullen van... Ja, ik weet nog niet wat ik ga doen, maar ik ben Roland dus heel de tijd aan het filmen. Maar eigenlijk gewoon alleen de stukken die jullie nooit zien. Dat vind ik wel vet gewoon. Dat jullie een keer zien hoe Roland echt is als hij niet aan het filmen is. Daar doe ik het voor. Hij moet dus hier ergens in McDonald's zijn. En ik weet niet of hij hier ergens is. Maar... Volgens mij, hij staat daar ergens. Wat heel leuk is aan Roland, ik ga hier even neerzetten. Roland heeft helemaal niet door dat ik dit aan het doen ben. Dus ik moet het ook een volle mogelijk doen. Alles. Fuck. Alles een stomme vlogs kan je in elkaar gaan. Er is wat te flippen binnen. Ja. Wie? McDonald's. Oké, we gaan even een shot doen aan. Omdat dan mijn vrouwtje zegt, ja, je mag niet filmen. Word jij boos? Owen, film mij. Nou, en ik ga... Owen, dus ik ga in elkaar gaan samen. Nou, ik vind jou gewoon echt een bitch, boy. Nee, ja, ik vind je wel echt een bitch. Het gaat om mij in deze video. Ik ben een dakloze vandaag, oké? Ja, maar je hebt al meer geld gekregen dan ik verdien. Loopt die camera. Nee. Groot is net bij McDonald's binnen geweest. Was niet echt de move. Nu is ze bij Kentucky en ik stel me hier de vraag of ze hetzelfde gaan doen. Ik denk dat ze helemaal niks aan Roland gaan geven. Het hele leuke is dat ik dus alles hoor wat Roland daarna zegt. Dus hij filmt iets, daarna zet hij de camera op stop en dan zegt hij alles tegen mij wat hij van McDonald's vindt of van een personeel vindt. En daar kan ik echt stuk om gaan. Maar goed, ik ben heel benieuwd wat hij van Kentucky krijgt. En dat gaan jullie zo horen. Let me op. Ik denk dat het niet echt positief gaat worden. Kijk, en dit bedoel ik nou, heeft die ruzie in Kentucky. En Aaron staat er ook bij, vindt het niet chill. Aaron vindt het niet chill. Aaron vindt het niet chill. Nee, dat vindt hij niet chill. Hij vindt het niet chill. Dan moet je aan komen. Je kan buiten de zaak komen. Ik ga nog verder aan het werk, ja? Ik zie je ook niet. Oké. Dit is geen goed nieuws. Fantastisch. We zijn letterlijk in twee fastfoodketens geweest. En twee keer gaan we gezeik. Om wat filmen. Is het toch mis van niet deze eens, plek op aarde? Nee, maar niet eens dat jij... Jongens, dit kan echt niet. Ik voel me echt niet goed. Niet eens dat jij zwerver was. Het ging om dat je niet mag filmen. Je dat mag is hele erg. En het probleem... Dat vind ik een hele erg. Mensen gewoon jou komen vragen om iets is fout. Hey, hallo. Waarom zou ik in mijn vrije tijd gaan filmen om dat negativiteit... Maar wat was je dan? Omdat jij niet over het af te bijten. Je hebt niet te zeggen, ja, ik film voor gaan. Ik ga naar huis, man. Dat is goed, ga jij naar huis, ik film wel voor je dan. Owen, als wij het, maken, ik heb het skip aan, man. Oh, hoe word je daar zo boos om? Omdat het gewoon erg is. Ga dit ook een keer doen als wij op de grond lopen. Ja, kijk dat is waar. Wat dat is waar, niemand ja. Helpt je, man. Vooral echt irritant tot mij. En ja, hij is dan een beetje de boeman. En zodoende is dit het einde van de video, jongens. Hopelijk hebben jullie van deze video genoten en een beetje meer info over hoe Roland nu is achter de camera. En ik weet het, die zal je denken, ja, Albert, jij bent toch leuker. Maar dan ook, jongens, dankjewel voor het kijken en vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. Want je weet het, wij zijn de snelst opkomende familie van Nederland en België. Later, jongens.
I'm more than just 9 to 5. Everyone's gone, it's only you and I. Looks like we'll be staying up all night. Time to play, what you say? I'm here for you, I'm working overtime. I'm more than 9 to 5. Come on, let your